De bedoeling was, toen ik ermee begon, geïnspireerd wat ik in Amerika zag, dat het een celebration van het vak, het met elkaar zijn, één keer per jaar. En de performers in de spotlight meer te zetten. Het vak serieus te maken, het vak professioneler maken. Stimuleren dat je kan een award winnen, kijk eens even. Mijn eerste award was voor Sweet Charity. Ja, ik was totaal onbekend en ik was genomineerd met Annabel Blankers, Casey Francisco en Chantal Jansen. En dan win je hem. Ja, maar dat is een categorie. Ik bedoel, even afgezien van het feit dat je je eerste hoofdrol speelt en hem wint. Ik bedoel, dat gevoel, dat krijg je niet meer overtroffen, zeg maar. Maar ook nog eens een keer van deze mensen. Het is een schouderklop. Het is een heel leuk gevoel als je hem krijgt. Dus ik heb het één keer mee mogen maken, dus dat is fijn. En het is een leuk feestje en het geeft weer een beetje een push in de goede richting. En het is leuk om dat voor de mensen op televisie te zien, weet je wel. Glitter en glamour, dat willen we allemaal wel. In wezen zijn prijzen natuurlijk iets om te zorgen dat een vakgebied onder de aandacht blijft komen. En dat er mensen over lezen. En dat, dus in wezen is het... Wie een prijs wint, doet er niet eens zoveel toe. Het gaat erom. Er is een avond, daar kijken heel veel mensen naar. Mensen houden altijd van wedstrijden. En er zijn ook prijzen in de toneelwereld, en in de danswereld, in de goochel, overal. En ja, een programma goed gemaakt, live op primetime televisie, met 1 tot 1,5 miljoen kijkers. Dat is natuurlijk hartstikke goed voor het vak. Hoe meer aandacht voor het vak, hoe beter. Vind ik goed. Althans, het hoeft niet altijd, maar ik vind het goed. Maar bij de Musical Award, ja, het is PR. Je komt op een discutabel terrein bij mij dan, als ik daarover moet gaan praten. Want je hebt met een jury te maken en je kan van een jury van alles vinden. En de jury wisselt ook gewoon, dus ik zeg ook niet wie ik een goed jurylid vind of niet. Maar daar kan je van alles van vinden. Het is ook smaakonderhevig. En zo'n jury die de hele tijd wisselt en... Ik weet niet altijd waar de keuzes in zitten. Nou, dat is niet altijd als ik zelf wel genomineerd ben, maar ook als ik weet wie er genomineerd is en al die voorstellingen gezien heb. Ik zeg niks over de mensen persoonlijk, want het zijn hartstikke goede mensen die lief zijn voor hun vader en moeder en voor hun kinderen, hoop ik maar. Maar je kan van hun expertise naar het vak toe, daar kan je best wat over zeggen. Als je kijkt hoe de Academy de Oscars uitreikt in Hollywood, dat is een... Per vakgebied zijn dat heel veel mensen die stemmen. Zo gaat het bij de Tony Awards op Broadway ook. En op het moment dat je bij zo'n jury je daarbij achter de oren kan krabben, dan moet je ook kijken wat voor waarde je aan die prijs hecht. Het is niet zo dat ik opeens 60 scripts in mijn bus had, hoor, een maand later. Het is geen Oscar, laat ik het zo zeggen. Zonder daar lullig over te doen, maar het is voor jezelf heel leuk en voor de erkenning. En natuurlijk vind ik het leuk dat ik er thuis 3 heb staan. Mijn goede vriend Richard Groenendijk zegt altijd... Ja, maar zij heeft 2 awards, waarop ik natuurlijk altijd standaard de intrap. En zeg 3. En dan schiet hij alweer in de lach. Dus het heeft wel een waarde. Maar ik vind het ook wel lastig. Het is een redelijk naar binnen gekeerde prijs gebleven, jammer genoeg. Dus ik denk dat als ook die prijs kritisch naar zichzelf gaat kijken... dat ze zeggen, jongens, hoe gooien we de luiken open de komende jaren? We zitten nu te praten in januari. En er is een bestuur en ik ben nog steeds sponsor. En ik geef maar 1 voorwaarde aan mijn sponsorschap. Dat is dat het programma zo goed mogelijk wordt. Dus ik wil niet dat we weer een tweede uitmaak doen... met allemaal nummertjes achter elkaar die er gaan komen... die of nog niet klaar zijn, want als je nu de shows wil laten zien voor het volgend jaar en je hebt financieel de crisis op je nek hangen, hoe kun je dan als producent nog goed repeteren en een goed nummer? Dat kan financieel, dat kun je niet eisen van de mensen. Dus laten we nou dat jubileum 20 jaar gebruiken om dat prachtige repertoire door solisten te laten doen, maar dat we het niet als een promootje zien voor een voorstellingje. Maar een promo zien voor het vak.